Stelt u zich eens voor. U heeft 18.500 euro spaargeld. U is tenslotte verteld door het Nibud dat u dat als buffer moet aanhouden. U houdt dat geld netjes aan om de koopkracht van uw vermogen risicoloos in stand te houden. Maar met de lage spaarrentes is dat onmogelijk geworden. Daarbovenop is bekend geworden dat het geld op uw rekening ieder jaar minder waard wordt. Inflatie staat namelijk op het hoogste niveau in 13 jaar. Hoe komt dit? Laten we kijken naar de definitie van inflatie. Er zijn te veel euro's in de markt tegenover te weinig goederen. De ECB vertelt ons dat dit van tijdelijke aard is. Door de coronacrisis is het aanbod van goederen tenslotte gedaald, terwijl de vraag naar producten juist is gestegen. Dus gaan de prijzen omhoog. We zien dat regeringen in Europa al jaren te veel geld uitgeven. En de Europese Centrale Bank koopt al die staatsschulden op, zodat er nog meer geld wordt uitgegeven en dat ook wordt aangemoedigd. En er enorme hoeveelheden geld in de economie worden gepompt. Gevolg, voor uw 18.500 euro spaargeld kunt u ieder jaar minder spullen kopen. U wordt dus bestolen. De geschiedenis leert, inflatie is de oorzaak van een recessie en werkloosheid. Er is een duidelijke oorzaak voor de inflatie. Een te grote overheid die te veel uitgeeft, te veel reguleert en te veel belast. De oplossing? De ECB moet het opkopen van schulden afbouwen. Overheden moeten gaan snijden in het eigen vlees en structurele hervormingen gaan doorvoeren. Zwakke eurolanden moeten de muntunie kunnen verlaten. Zolang wij hier niets tegen doen, blijft dit scheve beleid in stand. Het is dus tijd voor verandering. Het is tijd voor ander beleid. Steun ons.